Vandaag gehaktballen op de barbecue. En die gehaktballen die hebben een Indiaanse twist. Maak er een lekkere rode curry bij, helemaal from scratch. Gaaf man. En dat doen wij op de Braaimaster. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Zoals je ziet heb ik mijn braai al aangestoken. Dat heb ik ongeveer een, half uurtje, uurtje geleden gedaan. Want ik heb een heerlijk gerecht gemaakt net met mosselen. Ik weet niet of je die video al hebt gezien. Terugkijken kun je hem hier. Fantastisch. Mosselen op de braai. Terzijde. Het is al goed heet achter in de rug. Het druppeltje, dat voel ik alweer zo onder richting het naadje druipen. We gaan snel beginnen jongens, want we hebben een beetje snijwerk. Niet zo gruwelijk veel. We gaan beginnen met het snipperen van een uitje. Ik heb hier een rode ui. En een deel van die rode ui, die gaat namelijk door de gehaktballen. Snipperen gewoon klein, hè? Ik gebruik voor dit gerecht een rood uitje. Gewoon omdat ik een rode curry maak. Oké, dit is al mooi gehakt. Over gehakt gesproken. Ik heb hier mooi Angus gehakt. Angus is fantastisch. Dus de basis van onze gehaktballen, het begint al goed. Black Angus. Die heb ik overigens bij themeatlovers.nl. Online kun je die spullen halen. En wist je dat vrienden van het kanaal 15% korting kregen, maar liefst, bij The Meat Lovers? Jij denkt, vrienden van het kanaal, waar heeft hij het over? Ik ben toch geabonneerd? Ja, abonneren is tof. Dankjewel daarvoor. Maar je kunt ook vriend worden, letterlijk. Dan krijg jij elke week de uitgewerkte recepten in de mail en heel veel kortingen en kortingscodes van onder andere dus The Meat Lovers, maar ook veel andere bedrijven. Het is maar dat je het weet. Ik zal hieronder eventjes een linkje zetten. Zo, een hoop gehakt. Daarbij gaat een handjevol gesnipperde uitjes. Daarbij gaat grof gemalen zwarte peper. Daarbij gaat een goede pinch zout. Ik gebruik tandoori masala kruiden. Die zijn kant en klaar. Not sponsored. Masala kruiden kun je gewoon ook in de supermarkt vinden van heel veel verschillende merken. Dat boeit niet. Curry masala kun je nemen. Dit is dan tandoori masala. Nou zouden een hoop van mijn collega's handschoentjes aandoen. Ik niet. Ik heb schone handen en ik was ze dadelijk opnieuw. Kijk, dit is mooie balkjes zijn. Als je wil dat je ballen niet zo snel uit elkaar vallen, kun je twee dingen doen. Je kunt er een eitje bij doen, straks, voor de binding. Maar je kunt ook beter kneden. En door het kneden, dan gebeurt er iets met die eiwitten, waardoor dus het vlees veel beter hecht aan elkaar. Zo, en dan draaien we eventjes een hele bal ballen. Misschien heb je het al gezien, maar ik heb hier een Scotsberg pannetje achter mij. Die staat een beetje zo boven die kooltjes langzaam warm te worden. Dit is een soort wok, hè? Een RVS wok. Daar gaan we eventjes wat olie in doen. Zo, mag een mooi bodempje zijn. Nou moet ik wat hitte hebben. Nou, hoe werkt dat nou met een braai? Kijk, gewoon even een beetje poken. En dan zie je dat de kooltjes eronder uitvallen. Zie je dat? Gloeiende kolen. En ondertussen houden wij ons vuur levend. Ik doe dat in dit geval met wat sekelboshout. Brandt mooi lang, wordt mooi heet. En zoals je ziet geeft hele mooie embers, mooie kolen. We gaan eens kijken of de nolly heet is. Heet genoeg voor onze ballen. Ja, die is heet genoeg voor onze ballen. Daar liggen ze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ballen. Je zult ze maar tekort komen. Zo, terwijl mijn ballen mooi rustig aan het garen zijn, ga ik verder met de volgende stap. Knoflookjes. Ik heb hier teentjes. Wat heb ik hier? 5 teentjes. Die ga ik even raspen. Op deze manier hebben we natuurlijk instant knoflookpuree. En met het knisperende geluid van mijn bruisende ballen achter mij. Even kijken, hè.
Zo. Ik ga nog meer raspen, namelijk mijn gember. Ga ik eerst even het grootste deel van de schil verwijderen. Het is namelijk helemaal niet erg als er een klein beetje schil bij komt. Dat is zo flinterdun. Zo, en dan ga ik ook eventjes mijn gember raspen. Het gaat snel, jongens. We zijn net bezig en het gaat vreselijk snel. Wat gaan we doen? Een tomaatje, die gaan we mooi even roosteren. En daarvoor hebben we natuurlijk even wat hitte nodig. Dus we gaan weer wat kooltjes creëren. Ook mijn rooster wil ik even wat lager hebben, dat we een mooie hoge temperatuur hebben. Zo, en deze kooltjes, ik heb hier houtskool neergelegd. Kijk, dit is hout. Dat gloeiende hout is nou echt gewoon van hout. Zelfgemaakte kolen. Dit zijn houtskooltjes, had ik al neergelegd. En die worden nou vanzelf aangestoken. Dat gaat helemaal vanzelf. Dus zo kunnen we eigenlijk van links naar rechts met een braai kun je steeds doorgaan eigenlijk. Je kunt sowieso hittezones bepalen, indirecte hittes, dat soort dingen. Maar je kunt ook gewoon continu doorgaan met veel hitte. Stel dat je een hele avond moet koken voor veel personen, is dit de manier. Zo, het tomaatje, daar gaat overheen een klein beetje mooie olijfolie op de snijkant. En die mag tjak, tjak op het rooster. Dat geldt ook voor onze paprika. Die kun je caveman-staal bereiden, maar dit gaat ook hartstikke mooi. Het gaat even om dat mooie roostaroma wat we erop zetten. Zo, en natuurlijk onze ballen in de gaten houden. Kijk, die beginnen langzaam een klein beetje bruining te krijgen. Hè? En ik leg er weer wat houtjes bij. Ik gebruik mooie dunne takjes nu. Dunne takjes zorgen ervoor dat ik heel snel kooltjes heb. Zodat we erg veel hitte krijgen in no time. Hier gaat het om, hè? Mooie roostaroma. Mocht je je afvragen, Ralf, maakt dat nou het verschil? Ja, dit maakt het verschil. Intense hitte, die barbecue smaak erop, tenminste wat ik associeer met barbecue smaak, hè, dat roostaroma. Fantastisch. Dit gaat ook mooi. Die ballen die zijn mooi langzaam aan het gaar worden. En zo tegen het eind van die garingstijd, dan mogen ze eraf. Die zijn nu voor 90% gaar. Zo, we hebben nou dus mooie bakseltjes, zie je dat? Goudbruine bakseltjes van ons gehakt zit nou op de bodem van de pan. Daar gaan wij gebruik van maken. Uitjes gaan erin. De fijn gehakte of geraspte knoflook gaat erin. De gember gaat erin. Zo, dat zetten we eventjes goed aan. Dat mag even hard. Onze paprikaatjes en tomaatjes mogen eraf. Tomaatjes zijn mooi zacht geworden, kunnen meteen bij de uitjes. Dat laten we eventjes zachtjes pruttelen. We gaan even een snel kruidenmengseltje maken. Ik ga beginnen met fenugreekpoeder. Niet elke supermarkt heeft het volgens mij. De toko sowieso. Of Turkse winkels hebben het ook altijd wel liggen. Komijnzaad. Eigenlijk zijn er allemaal gelijke delen. Allemaal ongeveer een half eetlepeltje milde paprikapoeder. Kurkuma. Peper. En zout. Niet te veel zout. Gewoon één pinch. En dan heb ik nog wat korianderzaad nodig. Althans korianderpoeder. Ik heb hier korianderzaad. Dus ook dat is een half eetlepeltje. En dat stampen we eventjes tot zaad. In de vijzel. En dat mag erbij. Dit mengsel gaat nou bij onze uitjes. De gember, de knoflook en het geroosterde tomaatje. Daarbij gaat ook de geroosterde paprika. Ik snij hem eventjes klein. Die is heel mooi zacht geworden nu natuurlijk. Mocht je zo'n zwart geblakerd huidje hebben, kun je er heel makkelijk afhalen met je vingers. En wees gerust, een klein beetje zoals dit, dat verkoolde, dat breekt je lichaam gewoon af. Zo, op deze manier komen al die etherische oliën wat beter vrij, hè, van die gemalen kruiden. En dan gaat er nu een klein beetje kippenbouillon bij. Ongeveer 200, 250 milliliter. En dat laten we een klein beetje pruttelen, een paar minuutjes gewoon. A few moments later. Zo, mijn bouillon is mooi rustig aan het inkoken. En nou moet je even een keuze maken. Wil jij een pittige curry hebben? Een pittige?
Dan doe je nu een hele peper erin. En wil jij een minder pittige curry hebben, dan doe je of een half pepertje erin. Logisch. Maar later in het proces. Want hoe vroeger jij dit pepertje bij die vloeistof doet, hoe meer die peper in die vloeistof gaat mengen, hoe scherper die wordt. Dus dat is eventjes voor jou om te besluiten. Ik heb hier in ieder geval nog wat mooie tomatenblokjes. Gewoon het blik, hè. Er zit ook wat sap bij. Gaat er nu bij. En ik kies voor een driekwart pepertje, een beetje ertussenin, op dit moment. Zo. En nu het doorroeren die hap. Mooi. Die luchtjes achter mij, ongekend. Ik pak er even een staafmixer bij en dan gaan we van dit mengsel eventjes een mooie gladde curry maken. Kijk, een mooie gladde curry. Niet normaal. Niet normaal. Maar dat gaan we nog een klein beetje romig maken. En dat doe ik met wat kokosmelk. Ja, waanzinnig. Als ik een kleine kritische noot mag geven op mijn eigen recept. Klein beetje minder vinaigriek. Maar die is wel kei lekker. Dus ik pas het aan in het recept. Kei lekker. Waar waren we? Oh ja, curry. Geslaagd. De ballen, die waren al klaar, hè? Mijn mooie tandoori masala ballen. Gaan erbij. Zo, die mogen nog heel eventjes lekker. Nog lekker mee warm worden opnieuw in die curry. Ik snij ondertussen nog een lenteuitje fijn. En een klein beetje koriander. Ik lees nu de reacties al. Oh, Ralf, je ging zo goed. Komt hij met koriander aan? Ja, jongen, laat je het weg, hè. Laat het weg, man. Het is garnering. Het is niet de bedoeling dat je nou dit gerechtje gaat verknallen, omdat jij toevallig geen koriander lust. Ondertussen heb ik hier wat flatbread. Gewoon in de winkel gekocht. Even kort. Ondertussen ga ik hier even met het mes door, zo. We zijn er, we zijn er. Ho, zin in. Nu pak ik daar een zeer mooi bordje bij. Even normaal, man. Doe even normaal, man. Wil je weten hoe dit ruikt? Dan moet je heel snel zijn. Oh, jongens. Lentenuitjes. Koriandertje. Rood pepertje. Flatbreadje ernaast. En hier is hij dan. Dit noem ik nou nog eens een keer een rode curry met ballen. Hè? Gehaktballen van de barbecue. Indian style. Maken! Doe normaal. Om je vingers bij je af te likken. Niet normaal. Curry'tje. Vond jij dit nou een leuke video? Heb je hier wat aan gehad? Overweeg dan eventjes om te abonneren op mijn kanaal. Want ik werk elke week op allerlei soorten barbecues. Op een gasbarbecue, op houtskoolbarbecues, op echt vuur, op pelletgrills, op smokers. Noem maar op. Het kost helemaal niks, hè? Dat doe jij door op deze knop te drukken. Zoals bijvoorbeeld de video van vorige week. Zet hem hier neer. Of die van een poosje terug. Deze. Ook hartstikke leuk. En altijd wel een lekker recept. En voor meer informatie check even mijn website ralfsbarbecuetube.nl. Ik zou zeggen, kom erbij, join de club. Goeie dingen!